Yo mensen van dit kanaal, ik ben Renzo, ik ben hier samen met Bas. En dit is ook gelijk een nieuwe serie, die heet Renzo vs Bas. In deze serie gaan we allemaal challenges tegen elkaar doen. En degene die verliest, moet een tegenpasteltje uitvoeren aan de hand van aan een wiel te spinnen. In deze serie gaan we een beetje skeren, challenges. Daarvoor hebben we typisch keer. Zoals bijvoorbeeld in de eerste video gaan we darten met dit skeren dartbord. We gaan ook nog normale challenges doen, maar die komen later. Dit is de eerste video van deze serie en hopelijk komen er nog vele. Let's go naar de challenge. We zijn dus bij de challenge aangekomen. De eerste challenge is, wie als eerste tot de 70 gooit op dit dartbord. De trippels en de dubbels gaan niet meetellen, natuurlijk inmiddels wel, 50-25. De rest staat hier langs. Iedereen mag 3 keer gooien met die 3 pijlen. Dan, wie het dus als eerste 70 heeft deze challenge gewonnen. We gaan het bijhouden op een blaadje. Dus let's go, we gaan eerst steen, papier, schaar doen, reguleren voor wie mag beginnen. Steen, papier, schaar. Oké, ik mag dus beginnen. Oké. Dus, wie als eerste 70 heeft. Lekker, oké. Typisch keer. Oké, die telt dus niet, triple, maar ja, alsnog 12. 7. Ja. Trouwens, als je om een grens gooit van iets, telt het hoogste getal. Oké, dat is typisch keer. Ja, oké, dus nek. Dat is 12 en 7. Dat is 19. Oké, waar is hier de pen? We zijn de pen kwijt. Typisch 9. Easy, 1 peltje hier, 1 peltje, dat is goed. Dat is typisch keer. Ik heb al 1 pijl heb je al overtroffen. Oké, dus 19 voor Renzo. Oh, Bas gaat lekker, jongens. Oké, ja, dit is 19 en 18. Jeez. Ik wil niet lezen, man. Ik kan ook. Oké, we hebben het uitgerekend. Ik heb best wel een hoog score. 56. We wisten niet dat het zo snel ging gaan. Dus we gaan van deze challenge een best out of 3 doen. Dus, maar het staat nu 19-56. Oké, nu ben ik weer. Tjee. Mike. Ik heb gewoon gesponsord, echt. Ja, 25. Hou op. 13. Hou op, hij heeft gewoon gewind. 45 plus 13 is 58 plus 10 is 68. Yes. Maar omdat ik ben begonnen, vind ik wel dat als Bas meer als 19 plus 68 gooit, met die 65 die hij nu al heeft, heeft hij deze ronde wel gewonnen. Dat vind ik ook. Hij heeft nog 1 kans. Helemaal mee eens. Ja, maar. Dus wat hij dan moet gooien is 20. 33. Ja, 19 en 20, yes. Nee, deze ronde heb ik gewonnen, maar we doen een best out of 3. Hoezo dus, heb jij die gewonnen? Nee, ga meer. 19 plus... 19 nee. Plus 20. 19, niet. 19 plus 20. Dat is 39. Ja, en jij zei dat ik 33 moest gooien. Dus heb ik gewend. Nee, 19 plus 1. Nee, dat zijn toch door de helft. Kijk, even wachten. Ja! Yes. Dit is niet op de helft, jongen! Dit zit gewoon in de... Laat in de comments weten wat dit is. Dit zit in de 1. Laat even in de comments weten, dit is toch 20? We hebben net afgesproken dat dit in de 20 zit. Want dit is toch de helft, kijk hier. Ja, oké, dan is het gelijkspel, vind ik wel. Ik heb gewoon gewend! Oké, Bas heeft gewonnen. Dus ik ga het wiel draaien. We gaan even het wiel zoeken. Dan zijn we zo. Oké, ik heb het wiel dus gevonden.
Ik ga dan spinnen, er staan allerlei opdrachten op. Er staat ook eentje tussen dat de tegenstander moet draaien. Dus ik hoop eigenlijk dat ik die heb. Maar ja, ik niet. We zullen het wel zien. Oké, ik ga dan jullie laten zien. Ik hoop zo niet dat het die andere moet draaien. Kontje rossen! Kontje rossen! Okay. Kontje rossen! We zijn rossen terug bij het kontje rossen. Kontje rossen! Oké, we zijn dus bij de kontje rossen aangekomen. We hebben een typische kerkbouw. Oké, ik ga nu dus klaarstaan en Bas gaat om. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben linksbenig. Zo kontjes schieten ongeveer daar. Daar. Hey, ik vind dat Bas drie keer met de skere bal mag schieten en één keer met een goede bal. Derde type scherfbal. Nou, deze is minder scherp dan vorige. Let's go. Oh, die pijnvlieg. Ik heb gelukkig, de tegenprestatie was best wel goed. Ik heb geen pijn, was ik wel pijn aan zijn voet, want het was een lekker bal. Maar omdat ik hier pijn heb, vind ik wel dat de cameraman ook even mag komen. Kom er maar bij. Onze kleine Jordi! Oké, Jordi, mijn broertje, mag dus ook schieten. Ja. Doe een duimpje omhoog! Jordi heeft wel schoenen aan, dus. Au! Also, ik zou moeten kijken met die hoofd. Ga het in ieder geval, alsjeblieft. Kijk uit voor je. Jordi, wat deed je nou? Jordi, wat deed je nou? Iets. Vertel het eens. Vertel eens aan de mensen wat je deed. Ik heb zo. Oh, ik sta er. Oké, dan gaan we nog. Oké, de laatste keer. Nou moet ik het wel goed, want ik ga. Skerenbal! Oké, dus de conclusie is, Joh, mijn coach kan beter schieten als Bas. Ja, maar en jij abonneren! Ik had de skerenbal. Dus. Oké, dan gaan we even weg. Ja. Mag Jordi de outro doen? Abonneer en doe een like. Duimpjes.